Ja, tak to chcem. Zatím se odmakuji. Přece jo. Ne, jo. Meer up to date, hè? Maar nu? Kan dat nu? Ja, is heel goed. Ja. Nou zakt het helemaal in, want er zit geen vulling meer in. Zo, maar je ziet ze allemaal vreemde gebaren maken met een cameraatje zo in de lucht. Hè. Het schilderwerk, dat is toch het ware. Mensen hadden een neiging om in het korte bestaan een familie bij elkaar te houden. Kinderen schilderen, ouders enzovoorts. Ja, en ze zochten daarvoor dan een schilder uit, een kunstenaar. En die moest dan een portret gaan maken. En het aardige met het werk van Maurice Eerdink is dat hij dat omgedraaid heeft. Hij heeft een aantal mensen benaderd en hij is direct maar begonnen met de crème de la crème uit de toneelwereld, waarvan een aantal mensen vandaag hier is. Ik heet bijzonder hartelijk welkom mevrouw Ellen Vogel en haar echtgenoot. En we hebben ook gedacht, straks met een gebaar die tentoonstelling opent. Wie moet dat nou worden? Kraaikamp, mevrouw Vogel of een van de anderen? Daar kwamen we niet uit. En toen zijn we tot de oplossing gekomen dat de moeder van een van de geportretteerden, mevrouw Sascha Bulthuis, al bekend natuurlijk, zo vriendelijk is om straks de tentoonstelling te openen. Dames en heren, ik had beloofd dat ik het zou houden bij een zeer kort welkomstwoord. Mag ik aan u voorstellen? De maker van de aanvallige jongelingen die u ziet hangen, exotische portretten van mensen van verre volken, talrijke illustraties en zijn oeuvre van de hete zomer voor een gedeelte, de portretten van bekende Nederlanders. Mag ik een applaus voor onze kunstenaar Maurice Eerdink. Ik wil u allemaal ook heel hartelijk welkom heten. Voordat ik voor dit jaar kan gaan zitten, heb ik een klein dingetje. Want ja, ik heb hier alleen maar ontzettend leuke ervaringen in dit museum. Het is heel anders dan in de kunstwereld waar iedereen over het algemeen blasé is. En het ontneemt je soms de lust om te exposeren. Hier is dat heel anders. Iedereen is enthousiast, iedereen is behulpzaam. En ik wil een klein presentje overhandigen als dank. Daarvoor. Dit is symbolisch voor iedereen. Ik kan het aan iedereen wel geven, maar dan moet ik een schaar nemen. En dat schiet ook niet op. Dus, veel plezier. Nee, uiteraard wil ik iedereen erg van harte welkom heten. Zeer vereerd, mevrouw Vogel, meneer, dat u aanwezig bent en dat Sascha Bulthuis zo de opening gaat doen. Erg leuk. En ook dat er weer zoveel mensen gekomen zijn. Het doet mijn hartje erg goed. Toen Sascha Bulthuis bij mij was, zaten wij een beetje te praten om elkaar af te tasten. En we kwamen uit bij het Burger & Ons, een apart geval in de filmwereld. En ik had zijn autobiografie recentelijk gelezen en daarin stond: there's a time to be artistic and there's a time to be realistic. Deze opmerking die zei me toch wel iets en ik dacht van, maar in hoeverre kan een kunstenaar nou realistisch zijn? Kunst, dat zijn dromen. Kunst, dat is slagroom op het leven. Dat is een soort toegevoegde waarde.
Ik heb dat altijd ook enigszins als bezwaar gezien, want in hongerige tijden, wie gaat er dan een kunstwerk kopen? Dan koopt men een brood liever. Maar toen ik doordacht, dacht ik over, ja, maar als de tijden gewoon slecht gaan, dan gaan de mensen wel, die zoeken een uitvlucht. Die gaan naar het theater, die gaan naar ballet, musea, of naar de bioscoop. Ik ga zelf erg graag dan naar griezelfilms. Ik zal niet daarover uitweiden of dat nou wel of niet kunst is. Maar iedereen zoekt een vorm van ontspanning. En daarmee heeft kunst natuurlijk een hele grote waarde. Afgelopen jaar hebben we natuurlijk een beetje dubieuze economie gehad. Iets wat ik ook heb gemerkt. Maar daardoor ga je dus wel creatief nadenken van hier moet iets gebeuren. Ik heb sowieso in mijn leven bepaalde periodes. Illustreren, de exotische culturen, de heren aan de achterwand. Het zijn allemaal bepaalde periodes in mijn leven waarna ik toch iets anders wil gaan doen. En dan eerst een nieuw onderwerp zoeken. Ik wilde ook heel graag gaan portretteren. Ik heb het altijd gedaan, maar ik heb er nooit de nadruk op gelegd. En ik bedacht, hoe kan ik dit nou eens zinvol gaan aanpakken? Ik ging zoeken naar een onderwerp. Van wie is nou leuk om te portretteren? Ik dacht aan politici. Maar ja, politiek vind ik verschrikkelijk zelf. Politici zijn inwisselbaar. Dat zijn mensen die komen en gaan. Dus politiek was meteen van mij afgedaan. Ik dacht aan sporters. Sportlichamen zijn natuurlijk gezien mijn achterwandje wel iets wat ik zou kunnen doen. Maar wie herinnert zich bijvoorbeeld de gouden medaillewinnaar van 2 Olympische Spelen geleden op de hinkstapsprong? Niemand? Kijk, ook sporters zijn inwisselbaar. En de enige die je dan onthoudt, dat is dan eerder een Erika Terpstra. Maar ja. En dan de politiek, dat is mij ook niet. En ik zat te denken, nee, wat mij aanspreekt, dat is toch, dat is als het licht uitgaat. Dat gebeurt in de bioscoop. In Nederland hebben we geen filmcultuur, dus daarmee kon ik ook niet veel aanvangen. Maar dat is ook in het theater. Dan gaat het licht uit, schijnwerpers gaan aan, en dan gebeurt er iets van spanning. Ik dacht, die mensen, die wil ik gaan doen. Nou, de lijst is heel snel samengesteld. Natuurlijk, de koningin van het theater, dat stond bovenaan. Jenny Arian en Willem Nijholt, voor wie ik alle twee erg veel bewondering heb. Die Gert Kraaikamp, die zich heeft weten op te werken van een geliefd komiek tot een toch zeer serieuze acteur. En al een tijdje ervoor wilde ik de jongen in de garde, Uitgedanus junior, portretteren. Dat is toen verzand. Per toeval, want het is met dit project, heb ik het gevoel, daar is een zegel. Ik kwam hem per toeval ergens tegen op een expositie en kon hem dus meteen uitnodigen daarvoor. En hij was meteen enthousiast. Het was ook zo dat Ruud Spuit bij mij kwam en daar stond al het schilderij in opzet van mevrouw Vogel, in schets. En Ruud zat meteen van, oh, dat gaat wel heel leuk worden. En ook per toeval nam ik het eerste contact op van de mensen die ik wilde gaan portretteren met mevrouw Vogel. En later is dat ook door iedereen mij toegefluisterd. Mevrouw Vogel is ontzettend vriendelijk en hartelijk. En het was ook niet zo van, nou, u mag mij wel contracteren. Dat was meteen van, hoe gaan we dit aanpakken? Dus ook daarmee ben ik ontzettend dankbaar. Dat heeft gewoon heel erg gestimuleerd. Ik heb een serie gemaakt. En u kunt hem hier zien. En met het tot stand komen van deze serie heb ik een manier gevonden om weer mijn werk in de schijnwerper te krijgen. En ik hoop dat het een goede aarde gaat vallen. En met In het licht van de schijnwerper heb ik ook het gevoel gekregen van I'm beginning to see the light. En daarom wil ik u nu uw aandacht vragen voor I'm beginning to see the light, gespeeld door Easy Living Jazz.